16. Dank u wel. Ik heb nog geen antwoord gekregen van de minister en zijn staatssecretaris op mijn vraag gesteld in de eerste termijn waar de 3,3 miljard eenmalige lastenverzwaring uit bestaat die voorzien is voor het jaar 2019. Ik hoop daar snel een antwoord op te krijgen. Ik denk dat het een heel belangrijk post is in de begroting en het is nu nog onduidelijk waar dat vandaan komt. Verder heeft onze kritiek op de begroting, zoals vandaag gepresenteerd en bedebatteerd, geleid tot 4 moties die ik nu wil indienen. De kern daarvan is niet 1,4 miljard weggeven aan buitenlandse beleggers en omringende landen, maar dit geld ten goede laten komen aan MKB en ZZP'ers, zodat een echte impuls in de economie wordt gecreëerd. Wij willen de 15% dividendbelasting behouden, het tarief in box 2 ook terugbrengen naar 15% en de MKB-winstvrijstelling eveneens terugbrengen naar 15%. 3 keer 15%. Alle ondernemers betalen hetzelfde tarief en de vriendjes van Rutte bij Unilever en Shell krijgen geen special treatment. Daarnaast stellen wij voor om aan IB-ondernemers een zelfstandige aftrek van 10.000 euro te geven, de belastingvrije voet geleidelijk op te schroeven, zodat ook de minima erop vooruit gaan en de wet Hillen te behouden, zodat mensen met een eigen huis die hun hypotheek hebben afbetaald geen aflosboete hoeven te betalen. Motie 1. De Kamer gehoort de beraadslaging, constaterende dat het kabinet voornemens is de dividendbelasting voor multinationals af te schaffen. Constaterende dat het kabinet voornemens is het belastingtarief in box 2 voor ZZP'ers en MKB-ondernemers met een BV te verhogen van 25% naar 28,5%. Overwegende dat veel ZZP'ers ook al bovenmatig ernstig getroffen zijn door de wet DBA die velen van hen het werken onmogelijk heeft gemaakt de afgelopen jaren. Overwegende dat ZZP'ers en MKB'ers met een BV ook al verplicht loonbelasting moeten betalen vanwege gebruikelijk loonregeling. En overwegende dat dit in combinatie met de nieuwe hogere box 2 tarieven een onaanvaardbare en oneerlijke lastenverzwaring voor deze hardwerkende ondernemers en ZZP'ers betekent, verzoekt de regering de voorgenomen lastenverlichting van 1,4 miljard in zijn geheel ten goede te laten komen aan de verlaging van het box 2 tarief voor ZZP'ers en MKB'ers met een BV en het box 2 tarief te verlagen van 25% naar 15%. Dat gaat over tot de orde van de dag. Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund? Dat is het geval. Dank u wel. Motie 2. De Kamer gehoort de beraadslaging. Overwegende dat Nederland ruim 1 miljoen ZZP'ers telt en dat deze ZZP'ers essentieel zijn voor onze dynamische kenniseconomie. Overwegende dat de kabinetten Rutte de afgelopen jaren ZZP'ers onevenredig hebben benadeeld met lastenverhoging en belemmerende wet- en regelgeving. Overwegende dat het verlagen van de lasten voor ZZP'ers een enorme impuls zal geven aan de Nederlandse economie en de Nederlandse economische dynamiek enorm zal vergroten. Roept de regering op om binnen 6 maanden met een voorstel te komen om de zelfstandige aftrek voor IB-ondernemers, die nu 7280 euro bedraagt, te verhogen naar 10.000 euro per jaar. En om de MKB-winstvrijstelling na zelfstandige aftrek voor IB-ondernemers te verhogen van 14% naar 15%. En gaat over tot de orde van de dag. Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund? Ik zie dat dat het geval is. De Kamer gehoort de beraadslaging, constaterende dat de collectieve belasting- en premiedruk onder de kabinetten Rutte is gestegen van 35% in 2010 tot inmiddels bijna 40%. Constaterende dat veel Nederlanders niets tot weinig merken van de aantrekkende economie door de steeds toenemende belastingdruk en de achterblijvende ontwikkeling van de besteedbare inkomens. Overwegende dat het instellen van een hogere belastingvrije voet voor alle Nederlanders, met name ook voor de lagere en middeninkomens, een buitengewoon positief en direct effect heeft op de verbetering van de koopkracht, de economische dynamiek ten goede komt en een directe adequate compensatie vormt voor de belastingverhogingen van de kabinetten Rutte. Roept de regering op om binnen 6 maanden met een voorstel te komen waarin een gefixeerde belastingvrije voet van 10.000 euro wordt vastgesteld voor alle Nederlanders per 1 januari 2018. En om dit gedurende een periode van 5 achtereenvolgende jaren jaarlijks met 2.000 euro te verhogen tot uiteindelijk een belastingvrije voet van 20.000 euro voor alle werkende Nederlanders in het jaar 2023. En gaat over tot de orde van de dag. Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund? Dat is het geval. Dank u wel.
De Kamer gehoort de beraadslaging, constaterende dat het kabinet Rutte 3 de wet Hillen, de aftrek wegens geen of geringe eigen woningschuld, zoals bepaald in artikel 323a van de wet Inkomstenbelasting 2001, wil afbouwen over een periode van 30 jaar, waardoor mensen die hun hypotheek hebben afgelost onredelijk belast worden en huur over hun eigen huis moeten gaan betalen en er als zodanig een fiscale boete op aflossen wordt gelegd. Overwegende dat de hypotheekrenteaftrek tevens versneld wordt afgebouwd, waarmee het aflossen van hypotheekschuld juist weer wordt aangemoedigd, roept de regering op om artikel 323a van de wet Inkomstenbelasting 2001, oftewel de wet Hille, in haar huidige ongewijzigde vorm te behouden en gaat over tot de orde van de dag. Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund? Dat is het geval. Dat waren mijn moties. Dat is onze inbreng in de tweede helft van dit debat. Dank u wel. Dank u wel, meneer Boudet. Daarmee is een einde gekomen aan de tweede termijn van de zijde van de Kamer. En ik zou, kijkend naar de bewindspersonen, zie ik dat de beantwoording ook direct geschiet. Nee, er komt eerst een opmerking van de minister. Ik geef het woord aan de minister. Voorzitter, misschien dat ik één procedurele vraag ook mag stellen. Wij hebben denk ik nog wel even nodig om ons een oordeel te vormen over de moties. Maar er is ook nog een relatief groot aantal vragen van Kamerleden wat is blijven liggen uit de eerste termijn. En er is nog een aantal nieuwe vragen gesteld. En ik denk dat we juist hebben geprobeerd ook een heel zorgvuldig antwoord te geven. Maar als we dat allemaal nog gaan doen, dan eindigen we wel na 12. Dus wat, als u dat goed vindt en als de Kamer dat goed vindt, dan zou mijn voorstel zijn dat we een selectie beantwoorden, dat we een deel van de vragen ook schriftelijk beantwoorden en dat we uiteraard alle moties behandelen. Maar dat laat ik verder ook aan u. Kijk, u kunt het al in de eerste plaats zelf beïnvloeden door mij aan te geven hoe kort u wilt schorsen. Ik formuleer het op deze manier. Ik moet zo besluiten om u een schorsing te gunnen. Dat kan een half uur zijn, dat kan een kwartier zijn. Ik neem aan dat u een half uur toch wel nodig zult hebben. Nou, als we daarvan uitgaan, dan is uw aanbod dus dat u een deel van de vragen schriftelijk wil beantwoorden. Ja, en nogmaals, ik ga proberen, ik wil juist zo volledig mogelijk zijn en ook zoveel mogelijk alle vragen aan bod laten komen. Maar ik realiseer me ook dat we al 11,5 uur bezig zijn. En ik heb voldoende energie om door te gaan, daarover geen misverstand, maar ik wil het even in overweging geven. En ik wil ook graag begrijpen wat de usance is om dat woord maar eens te gebruiken. Ik toch een beetje met we zullen sowieso een oordeel over de moties willen hebben, denk ik zomaar. En het is voor mij moeilijk in te schatten welke onderdelen u dan schriftelijk wil gaan beantwoorden. Maar kijk ook even naar de Kamerleden die het al 11,5 uur met u aan het doen zijn. Mevrouw Leijten. Voorzitter, een oordeel op de moties. En wat schriftelijk kan, ik kan voor anderen niet inschatten welke debatjes ze nog zouden willen voeren met de minister. Maar ik zie voor mogelijke vragen die ik nog heb gesteld, volgens mij zijn het er niet eens zoveel, alle gelegenheid in andere debatten om dat nog uit te discussiëren. Voorzitter, dat herken ik ook bij mevrouw Leijten, maar de heer Baudet heeft bijvoorbeeld nog een aantal specifieke vragen gesteld. De twee leden van D66 hebben nog een aantal vragen gesteld. En dan doe ik zomaar een paar mensen nog tekort, denk ik. Dus, maar dus zou het voorstel wat mevrouw Leijten doet, dat zou leidend kunnen zijn voor een aantal andere leden. Geef ik u dan maar mee. Dus, maar dan gaan we even polsen, snel. Ik kan me nauwelijks meer voorstellen dat er vragen zijn die niet beantwoord zijn. Voor zover die er nog zijn, is schriftelijk prima. Oké, dus u gaat akkoord met schriftelijk, voor zover de inschatting van door de minister gemaakt wordt. Ik dacht toch eerst meneer Van Weijenberg te zien, maar die laat de eer aan de heer Baudet. Als de minister aan kan geven op wat voor termijn hij mijn vragen kan beantwoorden, kan ik beoordelen of ik daarmee akkoord kan gaan. Ja, kan die daar iets over zeggen? Ja, voorzitter, ik denk dat we eerlijk gezegd bijna alle vragen, als we er de tijd voor zouden nemen, zouden kunnen beantwoorden. Hè. Dus het suggereert ook dat die vragen er morgen of anders overmorgen zouden moeten kunnen zijn. En met misschien hier of daar een uitzondering. Nee, het is nu donderdagavond, dus in dat geval zou ik u toch willen aanraden om het tot vrijdag te doen. In mijn enthousiasme dacht ik dat de week net begonnen was. Nee, maar goed, binnen een week of zo, dat is prima voor mij. Dat is prima voor mij. Dus, vrijdag is akkoord, ja. Dus dat, dan de heer Van Weijenberg. Ja, voorzitter. Ik zou het waarderen als de minister heel kort de vraag van mijn collega sneller over de Algemene Rekenkamer, de capaciteit. Ja. En mijn vraag over de lonenontwikkeling en die oproep zou heel kort zou kunnen beantwoorden. En dat vind ik schriftelijk uitstekend. Sowieso denk ik de vragen die in de tweede termijn nog een keer aangestipt zijn. Het zou goed zijn om het merendeel daarvan, mis niet technisch, hier te beantwoorden. De heer Van Rooijen, dan de heer Bruins.
Laten we dat dan even proberen als rode draad te nemen. Als u straks in uw, aan uw beantwoording begint, kunt u direct aangeven welke blokjes of welke elementen u gaat beantwoorden. Sorry, ik moet eigenlijk eerst even naar de heer Nijboer. Die stond er echt het langst. Ja, voorzitter. De minister vraagt wat usance is. En usance is natuurlijk gewoon in debat, zeker de financiële beschouwingen, alles te beantwoorden. Ja, maar we vragen nu dus ik wil best een beetje meebewegen. Aan de andere kant hebben we een half jaar bijna geen debat gehad met een missionair kabinet. Dus dat het debat een beetje langer duurt, vind ik ook niet zo'n... Ja, voorzitter, en dat begrijp ik, hè? Ik hecht wel aan antwoord op mijn vragen. Want dan kan ik ook nog een vervolgvraag stellen als het niet duidelijk is. Ja. Zeker over de huurtoeslag, waar ik al de hele dag over bezig ben. We gaan, ja, maar we gaan niet vanuit de zaal nog een keertje. Meneer Nijboer, u hecht denk ik ook aan een goed antwoord. En een aantal van de vragen zijn dusdanig technisch en specifiek dat de minister heeft verzocht om die schriftelijk te beantwoorden. Ik zie bij een reeks Kamerleden dat daarvoor steun zou kunnen bestaan. Mits er zoveel mogelijk, neem ik aan, en met name de vragen waar in de tweede termijn door de Kamerleden op is teruggekomen, straks wel aan bod komen. Ja, en, en nogmaals, hè, voorzitter, het is de vraag waar de Kamer behoefte aan heeft. Het is bepaald niet bedoeld om het debat in te korten. Ik noteer in ieder geval dat de huurtoeslag ook moet terugkomen. Oké, dan gaan we meneer Bruins, mevrouw De Vries en dan de heer Van Rooijen. Meneer Bruins. Ja, voorzitter, ik had nog één vraag over de investeringen in het onderwijs. En dat is eigenlijk zo gedetailleerd dat dat misschien zelfs schriftelijk beter kan dan mondeling. Die doen we dan schriftelijk. Mevrouw De Vries. Nou, ik had in mijn tweede termijn nog één vraag. Die had ik ook in de eerste termijn al gesteld. Dus ik zou het wel op prijs stellen. Dus die wel gewoon beantwoorden. Die ga ik ook beantwoorden. Ja, voorzitter, ik heb eigenlijk dezelfde vraag als mevrouw De Vries. Een vraag uit de eerste termijn, pagina 26 miljoenen nota. Over wat de overheid vindt van het niet indexeren. Ja. En of en hoe de koopkracht dan voor de ouderen toch wordt geripen. Ja, goed dat u dat maar even noemt. Ja. Dan gaan we het zo doen. Ik geef u, het is nu 10:00. We gaan een half uur schorsen. Ja. En dan dat heb ik zojuist gezegd. Daar bent u volgens mij allen mee. Hebt u inzet? Korter? Kan korter? Kwartier. Mooi hoor. 20 minuten. Het parlement is echt een forum en soms ook een markt. 20 minuten. 20 minuten. Wij zien u terug om 9:40. En dan gaat u beginnen met aan te geven wat u kunt beantwoorden. En wat er schriftelijk gebeurt. Ik schors tot 9:40.